rice paper like this. It is sunny. Now the lady is about 76 years old, but she's still working here every day. 76 years old. The rice crackers you haven't tried over there, this also came from this one. So after spreading out on this one, they just drop some sesame in here. So you can dry it and then they can put it on the fire as a BBQ and then you can get a rice. They have another product, dit was gemaakt op van dat rijstpoeder of van cassavepoeder. Dus die wafeltjes en dan vermengd met kokosmelk en sesamzaad. Ja, de medische wereld is hier jaloers op. Jongens, heb je fabrieken nodig om koekjes te maken? Hier 3 mensen. Ja, die doen het hartstikke goed zo. Het is wel toeristisch, maar het is wel binnen de kerken. Het is een massa toeristisch. Nee. Maar je moet hier met de boot komen, kan je op de weg hier zo. Oh, dat moet wel lukken. Dat heb ik ook met dat roer ook, het fotograferen. Dan moet je speciaal. Net die stil blijven staan nou. Een bepaalde snelheid opzetten. Dat is nog lekker ook. Maar ja, nog maar aan iemand. Hij blijft in cirkel, zei hij. Ja? Beetje meer met de achtergrond. Nou, dat zijn 2 kanten. Ja, hè. Kijk, hij doet het dus nog vrij. Thank you.